Redactie video, je hoort het misschien al als je stil bent. Mensen zijn keihard aan het typen, aan het werk dus. Maar ik vraag me wel af wat de eerste game ooit is die ze hier op de redactie hebben gespeeld. En welke game heb jij ooit als eerste gespeeld? Het klinkt zo cliché bij mij, omdat ik heel erg van de Nintendo games houd, maar het is echt waar. De allereerste game die ik ooit heb gespeeld was Super Mario Bros. Voor de NES. Ja, dat ik een jaar of 7, 8 was. Het was op mijn verjaardag. En ik had mijn ouders al wekenlang aan hun hoofd gezeurd om een Nintendo 8-bit. En ik kwam dus mijn verjaardag naar beneden. En heel de tv-meubel stond ingepakt. Voor maar één ding natuurlijk, want daaronder stond de NES al aangesloten. Is Pitfall. Dat is echt letterlijk een game uit 1981, mijn geboortejaar. Ik heb hem niet gespeeld in mijn geboortejaar, dat zou een beetje raar zijn. Pitfall is een avonturenspel waar je over krokodillen heen springt, mijnen en schachten heen werkt en aan lianen slingert. Maar ik vond het fantastisch. En weet je, de gamer was destijds al geboren in mij. Ik denk dat het Mario Bros is. De eerste game die ik me in ieder geval kan herinneren. De eerste Mario Bros op de NES. Ik had wel ook een NES thuis. Ik heb daarvoor trouwens nog wel gewoon Atari en Commodore games gespeeld, maar ik kan me echt niet meer herinneren wat dat was. De eerste game waarvan ik echt nog weet wat het was, wat ik toen bewust heb gespeeld, was Mario Bros. De eerste game die ik ooit heb gespeeld, daar moet ik heel diep nadenken, maar ik ga serieus niet meer op de titel komen. En ik ga proberen uit te leggen hoe die game eruit zag en hoe die speelde. En dan mogen jullie me helpen, want ik ben echt al jaren op zoek naar die game. Hij was op de Commodore 64. Ik weet niet of hij exclusief was op de Commodore 64, maar ik speelde hem in ieder geval op de Commodore 64. Ik moest hem inladen met een cassettedek en een bandje. Dan moest ik doorspoelen op het juiste moment press play om tape drukken. Deed ik dan en dan kreeg ik een soort van grid met, je zag het van boven, het speelde zich af in Venetië. Je had 9 huisjes in het water en jij was een bootje, of ik was een bootje. En met het bootje moest ik eendjes opvangen die uit random uit hun huisje kwamen lopen en die liepen fucking grappig. Dan hadden grote flappers en die liepen ze zo. En er pasten precies 3 eentjes in het bootje. En als ik 3 eentjes in het bootje had, moest ik ze afzetten, moest ik ze ergens veilig neerzetten. En dat speelde ik vroeger, toen ik nog een hele kleine Martin was, speelde ik helemaal kapot. En dat was de eerste game, in ieder geval de eerste game die ik me nog kan herinneren dat ik die heb gespeeld. Dus weet jij die titel? Help me, want ik ben echt op zoek naar mijn eerste game ooit. En ik heb er zulke warme herinneringen bij. Dus ik ben gewoon benieuwd. Als je het weet, laat me weten. Je zag het van boven om eentjes in het flapperen waren. In Venetië, bootje, eentjes vangen, dat was het.